Hallo, welkom bij deze eerste videoles muziek. In de komende weken zullen we het hebben over niemand minder dan Ludwig van Beethoven. En dat is deze meneer. 2020 is ook het jaar waarin deze belangrijke componist wordt gevierd, al zal er momenteel in de concertzalen niet al te veel van te merken zijn. Ik geef jullie in de loop van enkele videolessen informatie over zijn levensloop, zijn werken en het belang van deze grote componist in de overgang tussen de periode van het klassicisme en die van de romantiek. Eerst zal ik de historische context even schetsen, zodat jullie weten wanneer dit verhaal zich afspeelt. Geluidsfragmenten kan ik om redenen van copyrightbescherming niet in deze YouTube-video opnemen, maar ik zal telkens de passende links naar de geluidsfragmenten in de beschrijving van de video's plaatsen. Ik zal ook regelmatig vermelden hoe lang je een fragment best beluistert en waar je eventueel op moet letten. Zo kan je zelf indelen wanneer je de bijhorende muziek beluistert. Verder gebruik ik de slides van de PowerPoint-presentatie die ook in de vakmap terecht zal komen. Ziezo, dat was mijn inleiding. Laten we beginnen. En we beginnen meteen met een revolutie. Welke revolutie? Dat lijkt me wel duidelijk. Het gaat uiteraard over de Franse Revolutie. Want op 14 juli 1789 bestormde een Parijse menigte de Bastille, die je op de afbeelding ziet, en die minder dan 7 gevangenen worden bevrijd. Maar toch ook zeker niet meer. Een kleine 3 jaar later verdedigen burgerlegers dan de grenzen van de jonge Franse Republiek. En wat zingen zij? Zij zingen een strijdlied uit Marseille, genaamd La Marseillaise. Dat kan je toch even beluisteren. Dat is nog altijd het Franse volkslied trouwens. Kort daarna wordt ook nog koning Lodewijk XVI of Louis XVI onthoofd. Nog op dit moment zet een onbeduidend luitenantje bij de artillerie zijn eerste stappen in de richting van wat later dictatorschap zou worden. Zijn naam, je raadt het al, Napoleon Bonaparte. We springen een drietal jaar vooruit in de tijd en we kijken eens naar het jaar 1792. Wat is er dan allemaal gaande? Wel, eerst en vooral is George Washington op dat moment de eerste president van de Verenigde Staten. Joseph Haydn, die we nog kennen uit de vorige lessen, die is op dat moment op het hoogtepunt van zijn roem. Op dat moment is Mozart net gedumpt in een anoniem armengraf op een Weense begraafplaats, zoals we in de film hebben gezien. En ergens in Duitsland reist een 21-jarige componist en pianist van Bonn naar Wenen. Hij zit in een koets en hij schrijft in een boekje waarin hij zijn uitgaven bijhoudt 25 groschen. En groschen was een munteenheid uit die tijd. En we schrijven daarbij als verantwoording voor die uitgaven wel voor koffie, voor Haydn en mij. Wat was zijn naam? Ook dat kan je wel raden, neem ik aan. Dat was Ludwig van Beethoven. Ja, en dan moet ik toch eerst een kleine waarschuwing geven. Iedere keer krijg ik de vraag, Beethoven, meneer? Dat is toch die hond van in die films? Ik zal heel duidelijk zijn, hè. Nee. En als je dat nog één keer zegt, dan komt deze vieze Beethoven vannacht in je bedje overgeven. Oké? Goed, en dan weer eens over naar de orde van de dag. De jonge Ludwig van Beethoven, zeer jong nog, wordt geboren op 16 december 1770 in Bonn. Hij is zoon van de Rijnlandse keurvorstelijke hofzanger Johan van Beethoven. Maar belangrijker is misschien wel zijn grootvader, Lodewijk van Beethoven, en die kwam uit de omgeving van Mechelen, maar die vestigde zich in Bonn om daar hofzanger te worden. En het beeldje dat je op de afbeelding ziet staat trouwens nog altijd in Mechelen. Die afkomst van de omgeving van Mechelen, Vlaanderen dus, verklaart ook wel waarom het van Beethoven en niet von Beethoven is. De Duitsers doen enorm hun best om de componist Beethoven, het genie Beethoven, van ons af te nemen, maar we moeten er toch op blijven staan dat het van Beethoven is. We mogen het belang van vader Johan ook niet onderschatten, maar dat is eerder negatief, want die probeerde net zoals Leopold Mozart van zijn zoon een wonderkind te maken. Dat lukte niet altijd even goed. Die vader die dronk daarboven ook nog behoorlijk veel. Als die dronken thuis kwam s'nachts, dan maakte die de jonge Beethoven af en toe ook nog wel eens wakker om een optreden te geven voor zijn dronken vrienden. Kortom, het was geen al te gelukkige jeugd. En Ludwig ondervindt daar wel wat hinder van. Hij wordt eerder somber en wantrouwend. En voilà, zie hier de kleine Beethoven. Aanvankelijk werd hij naar een lagere school gestuurd, waar Latijn werd onderwezen. En daar zat hij tussen 1777 en 1781, dus van zijn 7e tot zijn 11e jaar.
Daarna kreeg hij geen algemene vorming meer en dat resulteerde in een beperkt niveau van spelling en wiskunde, zoals je ook kon zien aan die notitie in dat boekje waarin hij zijn uitgaven bijhield. Hij schreef daar de naam Haydn bijvoorbeeld verkeerd. En ook rekensommen en zo, dat kon hij allemaal niet zo goed, maar er was dus wel een volledige focus op de muziek. En hoe moeten we ons die focus dan voorstellen? Ja, behoorlijk intensief, hè? Hij leerde onder andere viool, altviool, piano, orgel, muziektheorie en compositie. Een paar jaar later, in 1787, vertrekt hij naar Wenen en daar ontmoet hij Mozart. In datzelfde jaar, dat moet een behoorlijk bewogen jaar geweest zijn, is zijn moeder overleden. Daar heeft hij een trauma aan overgehouden. En zijn vader die had op dat moment financiële moeilijkheden en heeft daar een soort van mental breakdown aan overgehouden. En dan krijgen we hier al een iets oudere Beethoven. Rond 1790 speelt hij in een orkest dat opera's begeleidde in het Nationaal Theater van Bonn. Daar raakt hij bekend en gewaardeerd binnen de adel. In 1790 krijgt hij bezoek van Joseph Haydn, die we nog kennen, en waarmee dit fragment is begonnen. Ik heb het al gezegd, in 1792 reist Beethoven op 21-jarige leeftijd van Bonn naar Wenen. De reden daarvoor was dat er politieke onrust was in Bonn en hij reist naar Wenen met Haydn om verder te kunnen studeren. In deze periode overleed Beethovens vader en dat leverde hem financiële problemen op. Gelukkig kon hij in deze periode dan ook rekenen op Haydn. Maar ik heb jullie al gezegd dat het toch niet allemaal pijs en vree was tussen Haydn en Beethoven. Dat zou mogelijk niet alleen aan het karakter van Beethoven gelegen hebben, want toen Beethoven geheime lessen bij Schenk ging nemen, heeft deze Schenk fouten gevonden die Haydn miste in composities enzovoort. Misschien betekent dat ook wel dat Haydn Beethoven gewoon heeft onderschat en je zou voor minder dan iets gefrustreerder zijn dan normaal natuurlijk. Voilà, tot zover een soort van biografische inleiding. In wat nu nog volgt gaan we kijken naar het compositorische leven van Beethoven en dat moeten we gaan onderverdelen in drie periodes. We beginnen met de eerste, natuurlijk. En die eerste periode die begint eigenlijk al meteen met een vertrek, want in 1793 gaat Haydn naar Londen, zoals we hebben gezien. Beethoven kreeg ter vervanging lessen van onder andere Salieri, en die kennen we nog uit de film Amadeus. Beethoven maakt ondertussen een naam als pianist. Hij maakt variaties op een thema uit Le Nozze di Figaro, een werk van Mozart, en die combinatie die leverde hem aandacht en status op. Hiervan beluister je best eerst even het origineel en dan pas de variaties natuurlijk. Naast de zogenaamde aartsrivaal van Mozart duikt er nog een bekend gezicht uit de film op en dat is Baron von Swieten, want dat was iemand uit het milieu waarin Beethoven terechtkomt, een milieu dat hem bewonderde en steunde. In 1795 was het dan tijd voor zijn eerste recital als pianist en componist. Hij voert zijn eigen pianoconcerto nummer 2 in Bes uit. En hij voegt daar ook nog werken van Haydn en Mozart aan toe. Een recital is trouwens de benaming voor een concert waarbij een solist centraal staat en waarbij die enkele solostukken speelt, al dan niet begeleid door één muzikant, enkele muzikanten en heel soms zelfs door een volledig orkest. Maar de solist staat dus echt centraal, de schijnwerper staat vol op die solist. Enkele jaren later, in 1798, schrijft Beethoven een van zijn bekendste pianosonates, namelijk nummer 8. Die krijgt de bijnaam Pathetiek en die wordt heel beroemd. Als je naar die linkjes gaat kijken, dan ga je zien dat een van de grootste komieken aller tijden daar zijn eigen versie van heeft gemaakt. Dus wat bekijk je, wat beluister je van deze slide? Begin met Le Nozze di Figaro, het fragmentje daarvan. Ga dan eens luisteren naar de variaties die Beethoven daarvan heeft gemaakt. Neem ook eens een kijkje bij het pianoconcerto nummer 2 in Bes. Dat is een versie waarbij de pianist, zoals Beethoven dat waarschijnlijk zelf ook heeft gedaan, ook nog eens het orkest dirigeert. Beluister dan een fragmentje van de pianosonate nummer 8 en bekijk dan de eerder grappige versie die daar later van gemaakt is. We gaan weer 2 jaar verder in de tijd, naar 1800. Beethoven bleef in Wenen, hij gaf daar les en hij kwam in contact met muzici, schrijvers en acteurs. Uiteraard, door deze verschillende contacten was dat een inspirerende tijd. En die inspiratie die zette hem aan om een eigen concert op poten te zetten. Hij organiseerde het volledig zelf, met onder andere een symfonie van Mozart, delen uit die Schöpfung van Haydn, weet je nog wel het licht dat zo indrukwekkend binnenkwam in die muziek, een improvisatie, een eigen pianoconcerto, zijn eerste symfonie,
en een septet, dus een werk voor 7 muzikanten. Dat moet een ongelooflijk concert geweest zijn, dat lang duurde en ook bijzonder indrukwekkend was qua muziek. Maar die successen, ja, die hadden ook een keerzijde. In 1801 merkt Beethoven stilaan dat zijn gezondheid erop achteruit gaat, zijn gehoor wordt slechter, en in 1802 trekt Beethoven daarom naar het platteland. Hij laat zich daar medisch bijstaan en het is daar ook rustiger, zodanig dat hij wel verplicht wordt om wat uit te rusten. Hij schrijft hier ook zijn testament en hij probeert op die manier om te gaan met de onvermijdelijk oprukkende doofheid, wat natuurlijk een verschrikkelijke straf is voor iemand die met muziek bezig is. We naderen stilaan het einde van die eerste periode. In die eerste periode heeft hij onder andere ook nog zijn tweede symfonie geschreven, 6 strijkkwartetten en 10 pianosonates. Er is er eentje die nummer 14 heeft gekregen, hoe raar dat ook is, en die heet de Moonshine Sonate. Qua klank en qua stijl is die nog vrij klassicistisch. En toch is dat een van de bekendere werken van Beethoven, naast natuurlijk de absolute klassiekers zoals Vier Elise en zijn vijfde symfonie, waarover we het nog zullen hebben. Wat kan je nu best allemaal beluisteren van deze slide? Wel, je kiest een van beide symfonieën. Ik zou je aanbevelen om zeker eens naar die eerste symfonie te luisteren, omdat dat tenslotte de eerste symfonische klanken van Beethoven zijn. En dan, uiteraard, moet je ook die Mondscheinsonate toch wel eens gehoord hebben. Als dat nog niet het geval zou zijn, klik daar dan ook zeker maar eens op. 1804 dan is het een scharnierpunt naar de middenperiode uit Beethovens oeuvre. Hij schrijft dan zijn derde symfonie en die was voor die tijd reusachtig, luid en lang. En over die symfonie valt toch wel een en ander te vertellen. Beethoven moet die symfonie namelijk aanvankelijk opgedragen hebben aan Napoleon. Weet je nog wel dat onbeduidend luitenantje van het begin van de les? Want Beethoven vond dat een briljante denker. Later heeft Beethoven dan ontdekt dat Napoleon niet zo'n briljante ideeën had, behalve dan voor zichzelf, want dat hij een dictator werd en dat hij een egoïst was. Beethoven was zo boos, was echt woedend en hij doorkraste de opdracht aan Napoleon op de partituur. Dat wil zeggen, hij doorkraste de naam Napoleon aan wie de symfonie door Beethoven dus was opgedragen. Hij heeft die opdracht dan vervangen door de abstractere bijnaam Eroica, wat zoveel betekent als de heldhaftige, waarmee hij dus de focus legt op de revolutionair als individu en niet langer op die tiran Napoleon. En hier zie je hoe die woede van Beethoven er op papier uitziet. Hij heeft dus echt zo hard, zo kwaad doorkrast dat hij door het papier zelf zat. En de woorden die doorkrast zijn, zijn Napoleon Bonaparte. We sluiten deze eerste lesvideo af met de enige opera die Beethoven ooit heeft geschreven. En wel in 1805. Het is de opera Fidelio. Dat was een eerder geslaagde poging om mee te zijn met de opera-hype in Wenen. Het verhaal gaat over een zekere Leonore, die vermomd als gevangenisbewaarder Fidelio, haar man redt uit een politieke gevangenis waar hij veroordeeld is tot de dood. Nu, dat hoofdpersonage, Leonore, in de vorm van Fidelio, dat was eigenlijk een soort van Beethoven-figuur. Iemand die met hoop en verlangen een innerlijke drijfkracht volgt. Fidelio moet dan ook gezien worden als een soort van reddings- of revolutieopera, waarbij Beethoven een sterk geloof in verlossing door morele waarden toont en waarin hij ook de macht van het individu tegenover de machtige staat wil tonen. Beethoven denkt in de compositie van deze opera weinig theatraal, maar wel sterk muzikaal. Zo integreert hij bijvoorbeeld het Fernorchester, een aantal muzikanten die spelen terwijl ze niet op het podium te zien zijn. Dat is een idee van Cherubini, waarbij vooral het trompetgeschal te horen is vanuit de coulissen. Voilà, tot zover deze eerste lesvideo over Ludwig van Beethoven. We hebben zijn beginbiografie gezien, we hebben de eerste periode gezien, een stukje van zijn tweede periode. In de volgende video gaan we de rest van die tweede periode, zijn derde periode en ook zijn levenseinde bespreken. Er volgt nog heel wat muziek, zoals zijn vijfde symfonie en zijn negende symfonie. Dat is allemaal enorm de moeite. Maar wat moet je nu echt beluisteren van de afgelopen video? Toch echt wel die Eroica, die derde symfonie. Omdat je daar echt voor de eerste keer het genie, de puurheid van Beethoven tot ontbolstering hoort komen. Ik zou zeggen, geniet ervan en tot de volgende keer.